Dus, daar zijn we weer. Battlefront Beta. Oh, we beginnen meteen in-game, ja, zie ik. Ja, we worden echt gewoon erin gegooid. Hop. Daar gaat Robin. Hey, okay. Oh, ik zie dat je nu een 1 en een 3 hebt, zie ik. Oh ja. Is dat een shotgun? Dit is een pistol. Zeg maar. Ja, maar een shotgun op je 3. Oh nee, dat is de sniper. Ja. Oh, oké. Okay. Het ziet er meer uit als een shotgun. En een granaat. Boom. Prachtig. Ah, netjes hoor, netjes. Ja. Dus dit filmpje wordt dus vooral mooie plays. En dingen die ik de vorige filmpje niet heb kunnen laten zien. Dus wapens, dingen die je kan besturen, granaten, dingen die je op kan pakken, heroes, noem het maar op. Okay, zoveel mogelijk. Heroes? Ja. Oh nee, je hebt ook weer zoals Battlefront 2. Ja. En hier zie je fall damage. Het bestaat. Maar is het nog steeds op medium graphics? Dit is nu ultra. Ultra, oké. Okay. Ja, ik weet niet of je het verschil kan zien, maar... Ja, het is een beetje... Je hebt het natuurlijk gerenderd en zo. Ja, dus... ja. Nou, het is denk ik iets scherper qua details. Ja, qua diepte vooral inderdaad. Ja. Nou, hier heb ik dus de sniper. Kun je even zien. Bam! Oh! Je kan hem eenmalig gebruiken en dan moet je weer wachten. Ja, en dan gaat hij weer... heeft hij even een cooldown en dan kun je weer gebruiken. Dus volgens mij 7 seconden cooldown. En dan heb je hem weer. Okay. Maar het geluid is ook zo nice, jongen. Super chill. Van alles. Oh, hoor dat dan. Zo, dikke bas. Echt waar, als je een goede headset hebt en je wilt het spel spelen, sowieso doen. Surround sound, boom. Je oren, jongen, die hebben nog nooit zoiets moois gehoord. Qua in-game. Maar is het ergens mee te vergelijken qua qua geluid? Het klinkt gewoon echt als Star Wars. De bioscoop. Maar het klinkt gewoon echt Star Wars. Alles wat je hoort is bijna zo wat Star Wars als in de film. Nou, hier is de eerste drop ding. Wat krijg ik hier? Proximity bomb. Nou, dit is dus zeg maar gewoon een mine. Je ligt op de grond. Als er een enemy overheen loopt, dan gaat die af. Ja. Oké. Okay. Ja. Zou ik hier zo in zo'n hoekje moeten leggen, hier ertussen? Ja, had eigenlijk beter geweest inderdaad. Is het voor de enemies te zien? Of is het... Ja, ze zien wel gewoon zo'n doosje in de weg. Zeg maar. Dus begeeft hij ook licht of zo? Nee, niet dat ik maar je bent nu dood, dus je bent dat ding kwijt. Nee. Of je bedoelt die proximity man? Ja. Nee, die had ik al neergelegd. Oh. Als je doodgaat, dan hou je nog wel je collectible dat je op hebt gepakt. Oké, dat is goed om te weten. Ja. Dat is ook wat chill om te zien inderdaad. Even kijken hoor, wat gebeurde hier? Oh ja, gewoon even sniper inderdaad. Jammer genoeg mis. Oh, ze hebben er al 4, zie ik nu. Ja, het ging niet echt goed dit potje. Jij ging eigenlijk alleen maar voor de kills? Nee, een beetje voor de kills en een beetje laten zien van wat er nou allemaal is. Wat je daar ook zag was enemy locked. Dus er was een autoturn die op mij zat te lokken en neer te schieten. Nou, dit is dus Hoth. Wow. Dit is dus lag. Ja, het is de eerste keer dat ik Hoth heb gespeeld. Dus het ging niet helemaal perfect. Nou, dit vind ik echt prachtig. Ja, hè? Oh, dit is echt bijna precies dezelfde, of niet? Als met Battlefield 2? Ja, maar dan super veel mooi. Inderdaad. Oh, dat is echt mooi. Als je dan 2 hebt gespeeld en dan zie je dit. Joh. Ja, kijk dan. Hier in de trenches. Kijk dan al dat mooi. Oh, kijk. Je loopt ook iets moeilijker in de sneeuw. Volgens mij. Sneeuw? Ja. Is dat zo? Ja. Oké. Kijk dan. Kijk naar hoe die mensen lopen, hoe dat eruit ziet. Ja, gewoon echt alsof het gewoon daar hoort, weet je wel. En die er gewoon even opgeplakt is. Zoals dit hier vind ik het mooi aan. Het is net alsof het altijd een gevecht is. Al schiet er niemand, je hoort alsnog de geluiden van boven je... Ja, de background geluiden, zeg maar. En, dit is dus een grote map. Dus hier heb je ook luchtbattles. Of in ieder geval niet in space, maar wel gewoon... hier, holy shit, wat je kan ook gewoon in zitten. Ja, ja. Alleen, de sensitivity van het ding was super hoog. Op en neer en zo. Ja. Niet echt een succes dus. Dat was niet een succes, inderdaad. Hier heb je zo'n turret. Kijk, ik hoor het geluid. Ja, alleen als je dus inzoomt, de mouse sensitivity wordt ook echt veel hoger. Dus het is wel moeilijk om te richten. Je ziet hier boven ook die space, of die ruimteschepen of dingen, weet je wel. Mm-hmm. Je hoort ook zo'n classic Star Wars. Ze hebben wel echt de geluiden verbeterd van Star Wars eigenlijk, zeg maar. Ja. Okay. Ja, je hebt natuurlijk, als je dit al speelt, maar als je het geluid dan ook hoort, heb je echt het Star Wars gevoel. Mm-hmm. Wat zorgt daar dan weer? Wat? Dat is een suicide ding. Oh, dat zou best kunnen. Kan wel. Of dat doet hij zelf gewoon. Want ja, als je vliegt, dan zijn je controls opeens van je muis zijn andersom. Zijn omgekeerd. Oh, okay. Maar kan je dat niet instellen dan?
Vast wel, ik had er geen tijd voor. Clamp in your face, 39. Maar waar kan je zo'n ding halen dan, dat je kan vliegen, zeg maar? Het zijn van die, net zoals je dingen op de grond pakt voor imploders en granaten en zo, weet je wel. Die speciale dingen. Zijn het ook van, zijn van de collectible dingen voor die vehicles, voor die AT-AT's, voor space dingen en zo, weet je wel. Die voetstap wat je ziet, zijn die door mensen zelf gemaakt? Of ligt dat hier gewoon like in de... Allebei. Het is er al van, omdat er natuurlijk al zoveel mensen hier zijn geweest. Voordat wij de clones hier aankomen, dus even in de storyline, zeg maar. En dat ding wat er rechts loopt, laat hij ook footprints achter? Ja. Ja. Okay, vet. Ja. En kun je daar ook zelf doodgaan als je daaronder staat? Oh, Darth Vader. Holy shit, Darth Vader, ja. Ja, je hebt waarschijnlijk wel die gif gezien van Luke Skywalker die op, op zo'n knakker af kan komen. En dan onder zo'n Bigfoot komt dan die freaking AT-AT. Yep. Geniaal. wat je hier dus ook hebt is partner spawn. Dus als je gewoon met je vriend zit te spelen kun je op je vriend spawnen. En het was Battlefield 4, zeg maar. Ah, vet. Okay, dat is wel beter op zich. Mm-hmm. Oh, nou, Victory, AT-AT, schiet. Het ziet er echt mooi uit, joh. Ja. Het is de classic battle omdat die generator op hof. Die met Battlefield 2. Heb je het niet echt goed gedaan? Battlefield 2. Huh? Je hebt het niet echt heel goed gedaan? Nee, nee, ik spande ook wat later natuurlijk. Hè. Nou, hier heb je dit ding. Heb je ook in Battlefield Front 2. Maar moeten ze echt dat ding kapot schieten voordat je auto doodgaat? Hm? Ze oh, dit ja, ja. Oké, okay. Dus je bent wel aardig verdedigen, of gaat hij ook wel snel? Ja, staan? Ja, het ligt er net aan wat tegenop komt als... Eén zo'n schoot van dat ding daar. Hey, ben dood. Okay. Maar tegen infantry is het wel oké. Okay. Kijk, daar zie je dus nog even die dingen. Super chill. Kunnen we daar ook nog zien dat je in zo'n ding zit? Of? Ja, zeker. Ah, nice. Be prepared, guys. Be prepared. Oh, ATS die is super eng. Ik gooi een granaat. Hij ziet me niet. Wat? Van... Oh, dit dingen zijn goed, gek. Ja, hè? En die pak je ook op, hè? Neem ik aan van... Okay. Orbital Strike, gauw wegwezen. Dan zie je daar op de minimap, waar je dus niet moet zijn. Dik hard. Word. Ja. Dus twee kills mee. Kijk, hier is dus de eerste drop, of de eerste ding die ik oppak. Het was jammer, want ik zag dit en ik dacht ik ga ervoor. Maar als ik eentje verder was gegaan, zie je daar een eentje voor de hero. Dus had ik Luke Skywalker kunnen zijn. Oké. Oh. Beetje jammer. Kijk eens aan. En je verandert nu gewoon daarin? Je staat daar niet meer beneden? Nee, je spant gewoon echt opnieuw, zeg maar nu in dit... Volgens mij is het een X-Wing. En wat je hier kan doen is rechtermuisknop om te locken op een enemy. En dan kun je gewoon op schieten. En nummer 1 is een shield op deze ship. En 3 is een... 3 dan bezorg je een pizza. Ja, pizza missiles meer. Echt homie. Maar wat is 3 dan? 3 is een missile. Dat zie je hier ook als het goed is. Schiet ik hem nog? Ja, hier 3. Bam. Ik weet niet of ik hem nog heb. Ja, hij had een hele mooie dodge daar. Het is wel lastig. Je hebt daar ook die balk boven jouw HP. Dat is, kun je zien hoe snel je gaat. Dus als hij nu helemaal geel is, dan zie je dat hij maximum snelheid is. Als hij rood is, dan gaat hij zo langzaam als hij kan. En ik dacht hier, ik ga even op die knakker schieten, weet je wel. Maar ja... Jongen. Ja, het was een beetje te moeilijk te zien wanneer de grond dichtbij was, joh. Oh, maar waar ben je nu dan? Allemaal inschatten. Ik ben, we zijn nu teruggedrongen, dus we hebben een nieuwe spawn point en nu spawnen we in de tunnels. Oh, vet. Oké. Nou, bam, gelijk een nieuwe. Oh, dat is een A-Wing. Dit is een A-Wing, inderdaad. Oh, je hebt nog een... Oh, wat stond daar van delay dan? Die was aan het aftellen. Dat is de hoe lang je het nog daar kan gebruiken, zeg maar. Dan dus heb je 15 seconden om het te activeren en dan gaat die uit je inventory. Ah, okay, deze dus is wel. Maar deze is slechter, denk ik, want die heeft geen pizza's. Nee, maar... Nee, deze dat ziet er ook uit alsof hij missiles heeft. Ja, zit er ook verschil in welke dat beter is van de twee? Of? Vast. Ik heb vast wel. Ik heb het niet echt kunnen zien. Ze waren voor mijn part gewoon, ze vlogen gewoon al hun cd's schoten, dus ze doen het goed.
Ze doen het, dus ze doen het, ja. Ze doen het. Ja. Ze vliegen. Zullen kijken, bam. Werd, zo, oh. Ja. Maar het balkje bovenin wordt steeds roder, dus dat is niet goed. Dat is inderdaad de progress van hoe ver ze zijn. Dus dat is hoe ver die AT-AT's zijn. Die AT-AT's zijn nu dus over ons spawnpoint gegaan, dus nu spannen we, als ik nu dood ga, span ik weer op een nieuw spawnpoint. Maar die dingen hebben ook een HP dan, die moet je dood krijgen? Ja, dan zie je dus daar, okay. Rechts heb je dus die twee AT-AT's, rechtsbovenin. Naast, dat ziet ook wel mooi uit dit, joh. Ja, hè? Ja, zeker. Dus één AT-AT is al bijna voor de helft en die andere voor een kwart. Oké. Okay. Maar het is dus eigenlijk, wat dit doel is, is die AT's kapot krijgen. Ja, voordat zij onze generator hebben, inderdaad. Oké. Okay. Ja, en dat is wat we dus moeten doen is die, je ziet daar van die activate, zeg maar, die dingen. Activate both uplinks. Ja, ja. Die uplinks moeten we dus activeren en dus defenden, zodat wij bombers krijgen. En die bombers zorgen ervoor dat de shield van de AT-AT eraf gaat, zodat wij de AT-AT kunnen damagen. Oh, oké. Ja, nee, en daar heb je Luke Skywalker. Oh, hier. En ik gooi een granaat naar mezelf. Killed by yourself. Alsof je het geluid ook niet hoort. En nee. Hier zie je dus die machine gun. Oké, en dit is hier ben jij, heb jij die AT's dingen? Ja, nu ben ik weer clone. Ja, oké. Oké, dit is een auto-turrent, maar ik zet hem een beetje verkeerd, dus hij ziet helemaal niemand. Dus nou ja, whatever. Nou, dat is ook lastig op zo'n groot veld neer te leggen. Maar dit is ook echt een super chill wapen hoor. Hij zoomt misschien niet heel veel in, maar kijk dan hoe ver ik kan schieten. Kijk, kill. Zo. Ja. Je kan gewoon heel veel schieten. Au. Ja. En wat... Oh, wat krijg ik hier? Een TIE Fighter. Oh, ja. Maar het is inderdaad wat minder... hij gaat minder snel over hitten, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Echt die typische Star Wars muziek. Ja, hè? Echt geluid. Kijk dan. En bam. Oh. Natuurlijk. Ja. En zijn dan ook niet dood. Nee, dat komt even toevallig uit. Ja, jullie vlogen toch tegen elkaar aan, of niet? Oh shit, heb je Luke Skywalker. Ik helemaal in paniek. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Huh? Wat? Mist. Ja. Maar ik krijg payback, hoor. Kijk maar. Die, bitch. Er is echt wat naast hem, of zo. Dan kan hij dat ontwijken. Ja, ja, ja. Hij heeft dan, zeg maar... Oh, heeft hij, man. Zo, zeg maar, zo'n shield mode. Oh, hier zie je nog even de voeten van dat beest. Okay. Oh, ze gaan ook echt die dingen gaan naar binnen toe als een soort van... Ja, alsof die gewoon veer. In de sneeuw gedrukt wordt, zo. Ja, een soort van vering, die dingen. Kun je er ook op staan of zo, of opklemmen? Nee, mag nog niet. In Battlefront 2 kon het wel, maar als een Jedi. Yep. Nou ja. Oh, dit is een, nog zo'n vliegding. Zit ik in andere spelen nu te beschieten als goed? Ja. Ik weet niet of ik hem nog krijg. Hij is al snel, hoor. Ja, ja. Dat is ook zo'n klassieke Hoth ship. Die dan met zo'n... Oh, kijk eens. Nice. Straight in the face. Oh, daar ligt hij trouwens. Nee, dat is niet dezelfde, shit, hoor. Oh, het ziet er echt zo uit, ja. Dat heeft ook echt liggen, dat is vet. Wow. Nee, het is niet dezelfde, hoor, maar... Oh, wat ik wil net zeggen. Oh, heb je Luke Skywalker hier? Hallo. En... Helemaal in paniek. Ik zou bijna zelf nog dood zijn. Ja, inderdaad. Hij springt wel hoog, doe. Ja, ja. Het kan volgens mij niet double jumpen. Of triple jumpen, of... Ja, zoals ze dat vindt ze. Hier kwam ik een beetje flanken, zeg maar. Nou, wat is de bedoeling van die Darth Vader en Luke Skywalker? Darth Vader en Luke Skywalker, de bedoeling daarvan is gewoon dat je ermee iedereen neermaait. Nou, eigenlijk zoveel mogelijk mensen. We zagen gewoon een dat je even extra pauze hebt. Ja, ja. Ja, maar je gaat echt, want je in Battlefront 2 was die, waren de Jedi's en die Sith waren echt super overpowered, weet je wel. En hier is het, merk je wel echt dat je wel vulnerable bent. Dat je niet zomaar in een groep van 20 enemies kan stormen. Want je wordt neergemaaid, je wordt neergeknald, je gaat dood. Nee, precies. Maar dat was ook wel, in Battlefront 2 was het echt een beetje het overpowered, zeg maar. Dit is trouwens een squad shield. Dus dan zet je dat ding neer en dan heb je gewoon in... Die om je heen heb je dan echt zo'n shield, zeg maar, super chill. Netjes. Maar die kun je ook oppakken dan? Of? Ja, ja, dat is echt zo'n collectible. Ja. Nee, en hoe lang duurt nu zo'n potje ongeveer? Zo'n potje ligt er net aan hoe goed ze zijn. Okay. Oh hier, ik had een AT-ST. Yes! Oh shit, wordt gekogeld. Gauw weg, gauw weg. Oké, okay, ik kan nog. AT-ST, here we go.
Ah. Dang it. Ah. Hij deed het gewoon. Ik was super salty. Ja. Yeah. Maar toen kreeg ik dit. Hero pickup. Hero pickup. Oh. Gratis speakwoord. Goed geraden, Darth Vader. Ja hoor, Darth Vader. Right. Oh, ik helemaal blij. Zet er ook nog characters als R2-D2 in ofzo? Die krijg je nog te zien, alleen niet in beta. Of die andere, die C-3PO? Yoda of zo, hoe heet die? Yoda? Ik weet niet, vast wel. Maar ze waren niet Yoda in beta. Yoda and the Move. De enige heroes in beta waren Luke Skywalker en Darth Vader. Okay. Nou, je hebt dus Darth Vader, kun je gewoon springen vooruit, gaat zo. Dus niet echt vet of zo. Je hebt één, heb je Force Choke, zeg maar. Super vet. Je doet één en die gozer die gaat de lucht in en die wordt gestikt, zeg maar. Dan heb je twee, volgens mij was dat een deflect. En drie is je gooit je laserzwaard of je lightsaber. En dat, okay. Dat was het enige wat ik kon demonstreren, want ik had geen idee waar ik mee bezig was. Oké. Okay. Want je ziet de HP gaat langzaam naar beneden, dus je kunt niet voor eeuwig blijven gaan. Kijk dan, bam! Zo, gooit hij even hoor, dikke sniper. Ja, dat is echt zo'n mooi gevoel. In Battlefront 2 was het van, wauw, je gooit hem en that's it. Maar in deze is het echt van, je gooit het echt met kracht en het gaat echt super snel. Maar kijk, ik speel het niet zelf, maar ik zie het en het voelt ook voor mij gewoon cool. Ja, hè? Het ziet er ook heel nice uit. Je voelt nu gewoon echt als een badass, als Darth Vader. Ja. Ik vind alleen dat jump vind ik een beetje klinken. Ja, inderdaad. Maar kijk dan. Oh, kijk, is wel echt vet. Hij werpt hem ook gewoon echt mooi. Mm-hmm. Beetje zoals een, als een boemerang. Ja, maar jammer genoeg ga ik hier keihard dood. Squash shield en dood. Ik word gekilled door mijn eigen zoon. Luke Skywalker. Son of a... En hier zie je Luke Skywalker vechten met een AT-ST. Oh, hij heeft hem ook nog. Hij heeft hem ook nog. Nou, hartstikke mooi, zo. Toch? Hij zou dood. Ik ben nu trouwens weer Rebel. Maar ja, even hier laat ik even zien dat je een AT-ST kan killen met een wapen dat je in je hand hebt of met een turret. Ik gooi hier een thermal imploder op Darth Vader. Oh, snap zo. Ah, ja. Bijna. Ik doe mijn best om die Darth Vader te killen. Word ik door een ATS die neergeknald. Ja. Oh, tuurlijk, die staat daar helemaal in de vette. Ja. Ik probeerde deze E-wing op te pakken, weet je wel. Maar ik had een 4, dus ik gooide deze nu weg. En ik dacht, ik heb een E-wing en ik word neergeknald. Oh! Ben je zelf nog een ATS die geweest? Zo, nog een andere game. Ja. Hier gaan we met z'n allen knallen we op de AT-AT. Om zoveel mogelijk damage te doen. Die kun je gewoon met je wapen doen. Je hoeft niet een bezoeker te hebben of een turret of zo. Ik kan gewoon met je wapen. Maar doet niet veel, zeg maar. Nou. Ja, oké, wel. Je ziet af en toe hier 5 damage erbij. Het is niet echt super veel, maar het is wel echt een game changer als je het gebruikt. Ik bedoel, als niemand het doet, dan ja. Nog weer even een orbital strike hier. Holy shit. Ja. Ziet er wel vet uit, man. En hier opeens, ik loop en ik krijg een AT-ST. Ah, nice. Ah. Dus eindelijk. Eindelijk. Dood. Nee. Na 4-5 potjes, nice. Eindelijk een AT-ST. Ja, helemaal blij. Ja. Wat ik hier ook snel achter kwam is. Kijk, hij richt. Je hebt daar die één ding, zeg maar, die richten. Cursor. Mm-hmm. Maar hij schiet daar beneden. Want de cannon of de ding waarvan je schiet zit onder jouw main body. Dus als je nu schiet. En je gaat een beetje achter deze rotsjes, zoals je ziet. Dan raakt hij de rots. En dat had ik niet door. Dus ik schoot eigenlijk op niks. Ik raak gewoon die rots naar beneden. Ja. ik had het gewoon niet door, weet je wel. Ik blijf gewoon lekker doorschieten. Ik denk van, hé man, die kraken gaat maar niet dood. Ja, wel ondertussen. Ja. Wordt gewoon gemineerd door dat ding. Ik zat in deze turn, ging ik even in. Kijk dan, zoveel kills. Dus één kill. Kijk, wat het rare was aan dit ding is, het voelt helemaal niet of er veel kracht achter zit. Maar je knijdt mensen gewoon echt met één hit en je hebt ze dood. Ja. Oké. Maar dus, jij denkt nu, als ik nu dit heb gespeeld, de beta, ga je het ook kopen? Of denk je van... Ik wacht tot Jael een goede laptop heeft en hij ook mee kan doen. Ik wil het wel echt heel graag. Alleen, het is zo... Ja, het is €60, man.
Ja, veel games. Misschien een goed idee om eventjes te wachten, kijken wat de prijs is. Ja, de summer sale of zo. Want het is via Steam, toch? Summer sale? Nou, je kan het natuurlijk via Steam kopen, maar het is Origin. Met Origin is het vooral. Ja. Oh, ja. Je krijgt een Origin. Het is van EA, dus ja, EA heeft samen werken met Origin. Dus ja. Is, ja, ik heb wel Origin. Nou, dan komt het helemaal goed, toch? Maar ja, nog geen goede laptop. Ik word nog eens neergeknald. Je recht. Wat? No sleeping on the job. Nou, nu weer even terug in deze map. Oké. Is er ook friendly fire trouwens? Nee. Niet dat ik gemerkt heb of zo. Nog bij een Vermont Polar. Holy shit. Maar wel met. Nou, ik weet volgens mij ook niet met granaten. Met als je een granaat gooit. Maar, nee? Volgens mij niet. Maar. Niet opgelet. Nou, ik snap nog steeds niet wat zo'n charge ding doet. Yeah. Ja. Hier wel even een mooi flanken, weet je wel. Ja, we doen het. Daar is dit wapen zo chill voor je. Ik kan gewoon klikken. En klikken. Oké, dit is mooi, hè. Kijk, ik neem... Dit is een mooie tactiek. Ik neem dit ding over en ik zet een proximity mine ernaast. En dan ga ik weg. Ah. Dus als er nu een enemy komt om dat ding over te nemen... Ja, die wel aan diezelfde kant staat dan, denk ik. Of heeft een grote range? Ik weet niet hoe groot de range is op zich. Kijk, hier zie je het. Bam. Nice. Ah, daar heb je ze met de shield. Dus, ik heb nu trouwens ook een jump... jetpack. Ik zie het, ja. Deze is echt chill. Je kan gewoon over dingen... Wat je eerst dacht van... Nou ja, dat lukt nooit. Oh, dit is trouwens een AT-AT. Je hebt de eerste attack. En dan heb je op 2 heb je een orbital strike. Dat je eigenlijk kan orderen. En 3 is echt een 2 echt super grote kogels. Nou, hier doe ik een orbital strike. Oh, je hebt nog 39 seconden? Ja. Je kan er niet voor heel gaan. Je hebt een aantal tijd dat je erin kan. Oké. Af en toe een beetje lag. Was dat in de game of was dat... Volgens mij was het in de game, ja. Dat het af en toe een lag spike was, inderdaad. Maar ik denk dat het ook lag omdat ik aan het recorden was, weet je. Ja, zeker. Dat ziet er wel vet uit. Ja, als je in dit ding zit, jongen, ja, mooi overzicht. Zeker. Je hebt echt mooi overzicht van de hele battlefield, zeg maar. Ja. Je voelt ook gewoon hoeveel kracht erachter zit, hè? Als je dat speelt. Kijk, je zei je heel goed. Ja, ik ben wel goed. Daarom liet ik het even zien. Ja. Daarom heb je de rest van de scores ook. Dit is mijn favoriete ship, zeg maar, in battlefield. Niet omdat die goed is of zo, maar omdat die er zo uitziet. Wat je met de 3 kan doen is rondjes, zeg maar een kabel die je op de voeten van die AT-AT doet en dan moet je rondjes eromheen. Ah, dat heb je bij Battlefront 2 ook. Ja, alleen hier heb ik niet uitgevogeld hoe het moest. Ja. Oké. Dat is wel jammer. Maar dit maar is een behoorlijke lijk. Ik vind het gewoon hoe deze ship eruit ziet, vind ik zo super chill. Gewoon zo gezellig. Gewoon gezellig. Gezellig. Nou, gezellig battleship. Ja. Wat denk je, ik ga vluchten? Ja, ik dacht ik moest toch iets doen. Nou, wel een beetje lag nu, of niet? Ja. Oh ja, werd ik gekilled door een sniper. Holy shit! En kijk eens. We hebben de beste voor het naast bewaard. Luke Skywalker. Nou. Hij ziet er een beetje gay uit, hoor. Oké, hij heeft gewoon een pak aan dat die aerodynamisch is, zeg maar. Want je merkt nu gewoon dat hij super snel is, weet je wel? Kijk dan hoe hij rent. Ja, ik vind echt alles aan deze game mooi vet, behalve het springen. Dat ziet er echt heel... Jammer. Maar. Ja, dat moet ook een beetje als iets force zijn, zeg maar. Het is niet natuurlijk. Nee, maar hoe je neerkomt, zeg maar. Ja, oké. Dat vooral. Hier heb je dus force push, dat is de nummer 1. Dus dan doe je dat en dan gooi je iemand eigenlijk gewoon naar achteren. Nummer 2 is dat. En nummer 3 is een dash naar voren. Nou, je ziet aan de camera dat ik echt helemaal aan het spammen was door de adrenaline. Yep. En ik word niet echt knald. Ja. Oh, nog niet? Oh ja, en dit was de eerste keer dat ik had gemerkt, of van ooit heb gezien, dat de Rebels hebben gewonnen in deze map. En dat is ook wel te merken aan de chat, die je hier nu zo rechtsbovenin ziet. Victory! En kijk naar de chat. Gelukkig niet vaak, of? Nee. Oké.
Dus die E.T.'s zijn gewoon heel, heel moeilijk kapot te krijgen eigenlijk. Oké. Ja. Nou, dat was het. Dus, Robin, geef het een cijfer. Ik geef het een 8. Een 8, ja. Een 8. Oké, dat is wel aardig. Ja, ik heb echt plezier gehad. Ja. Toen ik het speelde. Maar, maar je moet natuurlijk ook onthouden, dit is wel een beta. Hè? Ja, dus... inderdaad. Het komt uit op 17 november. Oké, okay. Oh, dat is dus, wel behoorlijk snel. Ja, het is behoorlijk snel. Dus, okay. Ja. Dus conclusie totaal? Leuk spel. Leuk spel, oké. Okay. Leuk spel, dus zeker een aanrader. Oké, mag ik even het laatste woord doen dan? Ja. Oké, vonden jullie dit nou chill en denken jullie van, goh... Wij willen vaker van dit soort beta-video's, Robin speelt. Wij kijken wat er is gebeurd, wij leggen jullie dingen uit. Laat het dan even weten. Hebben jullie tips? Laat het ook even weten. En anders tot de volgende keer. En natuurlijk zoals altijd, like, subscribe. daar hamert Stefan altijd op zo, hè. Oh, sorry. Wat een knakker. Doei. Doei, later. Go.